Direct to Consumer model is een model waarbij merken, organisaties direct de keten pakken en met een product, propositie, een dienst, direct zonder tussenschakels, tussenhandel naar de eindconsument gaan. En ze gebruiken daarbij e-commerce platforms. En er is nu met e-commerce platforms waar bijvoorbeeld een CMS of een platform zoals Magento en Shopify, als je die gebruikt, kan je gewoon morgen starten. En je moet een beetje venture backing hebben, dus een beetje kapitaal. En dan kan je het gewoon morgen starten. Vroeger was dat nogal veel gedoe. Had je winkels nodig, fysieke retail, stenen, wow, heel veel gedoe. Nu, als je echt een sterke onderscheidende propositie hebt, inclusief ook het feit dat er best wel veel venture kapitaal beschikbaar is, hè, dus er is ook wat funding, nou, dan kan je het overmorgen starten en dan aan de bak. Nou, oké, die direct-to-consumer platforms die sluiten echt heel erg goed aan bij millennials. En bij wat zo lelijk heet digital native people. Dus dat zijn dus die groep, digital native, die hebben ook een wat hogere koopkracht, een relatief hoge koopkracht. En dat zijn ook vaak mensen die helemaal niets hebben met warenhuizen of shoppingmalls. Dus het is natuurlijk een veel bredere propositie, maar dat is de kern. En zo sluit hippe, populaire, groeiende DTC-merken als het ware aan bij die groep en groeien ze ook sterk. Nou, kijk, de direct-to-consumer platforms die zijn over het algemeen door de bank genomen zeer onderscheidend in prijs. Omdat ze vaak zitten in categorieën waar eigenlijk te veel winst zat voor de retailer. Er zijn een aantal categorieën, beauty, fashion, in de wereld waar fysieke retailers te hoge prijzen vragen. Waar een artikel een te hoge bruto marge hebben. En die online spelers, die pure players, die DTC's, die zien dat, die weten dat. En die zeggen, nou, ik ben niet alleen in staat om een heel sterke propositie te ontwikkelen qua product, maar ook qua prijs. Dus, en met name in eyewear, in brillen, blijkt dat ze gewoon significant de prijsbarrières doorbreken. En ze komen met hele hippe, leuke brillen. En dat moest bijvoorbeeld in de US is Warby Parker. Van rond de $40-$50, daar waar normale fysieke retailers brillen aanbood voor $400 of $500. Maar de tip die ik veel fysieke retailers en fysieke retailmerken meegeef, is dat je intelligenter en beter moet nadenken over innovatie en over vernieuwing en over relevantie. Dus de tip die ik eigenlijk geef is dat veel fysieke retailers een beetje voorzichtig zijn, dat het ontbreekt aan sterke leiderschapsrollen en ook aan lef en durf. En een andere tip die ik zou willen meegeven aan fysieke retailers is dat ze ook vaker als het ware moeten experimenteren. Bijvoorbeeld samenwerken met een DTC. Waarom zou je dat soort experimenten niet wat vaker en beter kunnen uitvoeren?